December Dance, het concept ervan is vrij duidelijk. Ieder oneven jaar werken we met de curator, dan nodigen we een choreograaf uit en hij of zij maakt dan samen met ons het festival. En in ieder evenjaar leggen we zelf een geografische focus waar we een dans zien van een bepaald land of een bepaald territorium belichten. In 2012 leggen we een focus op de Nordic countries. December Dance is een samenwerking tussen het Concertenbouw en onze partner Cultuurcentrum Brugge en vindt dan ook plaats in de verschillende ruimtes en de verschillende zalen van beide organisaties. Het verhoudt zich ten opzichte van het veld in Vlaanderen, ten opzichte van andere festivals, zo dat we eigenlijk echt wel werken in de diepte en naar inhoud werken. Het is ook zo dat de December Dance echt wel een dansfestival is en dat is bijvoorbeeld anders dan andere festivals die toch meer gericht zijn op meer podiumkunsten en waar je meer een mix ziet van theater, performances, dans, terwijl dus echt December Dance een dansfestival is. December Dance 12 focust op de dansscene van de Nordic countries. Dat is dus de dansscene van Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken. En waarom precies die landen? Omdat de voorbije jaren het echt wel binnen die genre, binnen de hedendaagse dans, echt wel bloemt. Het is wel verleidelijk en soms moeilijk om te zeggen, om een algemene gehele deler van te zeggen van waarom precies die voorstellingen en die landen. Het is ook moeilijk om al die artiesten over dezelfde kam te scheren. Het is niet zo dat ze allemaal een bepaalde soort esthetiek hanteren, maar toch kan je toch zeggen dat ze gezien hun geografische ligging met een aantal factoren rekening moeten houden. Bijvoorbeeld, ze zijn heel veel verbonden met de natuur. Er is heel veel tegenstellingen tussen dag en nacht, licht en donker. Tijdens de zomer is er geen nacht bijna, tijdens de winter is er maar moeite licht ook. En je ziet dat dat eigenlijk wel weerspiegeld wordt in hun werk. En dat zie je niet alleen binnen de dansscene natuurlijk, dat zie je in het algemeen binnen de kunstwereld van de Nordic scene. Maar dat is eigenlijk wel de algemene deler. Wat je ook wel ziet, is dat ze vaak gebruik maken van heel specifieke belichting en dat belichting in hun voorstelling van zeer veel belang is. En dat ze ook een bepaalde humor hanteren, een soort van Nordic, droge, wel goed te smaken humor, vind ik. Binnen ons festival is de keuze om voorstellingen te presenteren met live muziek zeer belangrijk, ook dit seizoen weer, deze editie. We horen onder andere voorstellingen met live muziek uitgevoerd door het ensemble Intercontemporain, door solisten van het Norrlands Opera uit Umeå. Horen we verschillende DJ's en zien we verschillende geluidsontwerpers aan de slag. En zien we ook een live concert, live uitvoering van Vladimir Johansen, de partner van Erna Omarsdottir. Met het festival willen we ook jonge makers een platform geven. Eigenlijk in de slipstream en in de schaduw van de grote makers geven we ieder jaar, iedere editie, ook kansen aan jonge makers om hun werk te tonen. En dit doen we aan de hand van het December Dance platform. Dat is ieder eerste weekend van het festival in verschillende zalen in Brugge. Kun je om 3 en om 5 uur jong werk en jong talenten zien. Deze editie zien we werk van Veli Litovara, Gudjonsdottir, Heine Afdal en Robin Johnson. Mijn persoonlijke top 3 van het festival is eigenlijk moeilijk te geven, want de voorbije jaar heb ik al heel veel voorstellingen gezien uit de Nordic scene en heb ik eigenlijk al een keuze gemaakt, dus de 15 voorstellingen die in het festival zijn eigenlijk al mijn top 15. Maar als ik dan toch een top 3 moet geven, wil ik zeker meegeven dat de voorstelling Core the Walk van het Noorse gezelschap Carte Blanche, ik heel veel en heel erg naar hen toe uitkijk. Een tweede voorstelling is de openingsvoorstelling van Tero Saarinen met het ensemble Intercontemporain. Kijk ik ook heel erg naar uit, omdat vooral de eerste voorstelling van zijn triple bill, Westward Ho, heeft echt wel heel veel sfeer en heel veel beeld van hoe de Nordic sfeer eruit kan zien. Het is bijna of dat de aura borealis rechtstreeks op scène te zien is. En dan een laatste tip, ben ik zeer benieuwd naar de nieuwe voorstelling van Veli Litovara. Dat is ook een Finse jonge choreograaf die een nieuwe voorstelling maakt en dit in samenwerking met Theater Malperthuis uit Tielt. De voorstelling moet nog gemaakt worden, maar ik heb die jongen, die artiest, al een paar keer gezien in een andere voorstelling. En hij is zeer veelbelovend en ik kijk dus enorm naar uit naar die nieuwe productie.